Lieve kijkers, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Dada 5000 Vlogs. Gisteren ben ik bij niemand minder geweest dan Marco de Sniper Piqué. Ik denk dat de oude generatie hem zeker allemaal wel kennen. Onder andere van partijen zoals Giorgio Petrosian, Balkau Polpramuk, Nicky Holske. Veel Muay Thai partijen gevochten. Ik ben gisteren naar hem toe geweest en ik neem jullie mee. Veel kijkplezier. I feel like Al Pacino. Me only think about the Niro. I just sold a couple kilo. Dan Dada. Original Dan Dada. Dan 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 Dada. Original Dan Dada. Marco. Hoe is die top, hoor? Rustig met jou, bro. Alles lekker? Sterk? Ja, we zijn er toch? Sterk? We zijn er. Ai. Hoe is die dan? Welkom to my crib. Hey, ik zie een mooie gym beneden. Dankjewel, jongen. Sterk, dankjewel, man. Dankjewel. Sterk. We hebben ons hard voor gestreden. En ja, nu staat hij dan. Maar ja, ongeacht de maatregelen. Ja. Moeilijke tijden. Maar ja. We overleven het. Ja, ik zie je. Deur dicht, garagebox dicht. Alles dicht hier op het trein. Alles dicht. Ja. Alles dicht. We moeten gewoon dicht blijven. We kunnen alleen maar buiten actief zijn. Dus bij deze man. Ja, het is lastig. Maar ja, net wat ik zeg, we overleven het. Met de loyale klanten die ik heb. Dus het gaat wel zijn gangetjes. Belangrijk. Het gaat zijn gangetjes. Ik ben binnengekomen, ik zie een hele mooie koffiezetapparaat. Ik lust wel een lekkere bakkie. Ja, ga ik voor je zetten, jongen. Kijk, alsjeblieft, topper. Een cappuccino. Marco's specialty. Niet veel praten. Gewoon proeven. We zijn benieuwd. Nou, dames en heren, zoals jullie weten, aangekomen bij Marco de Sniper Piqué. Maar een genoegen, Marco, voor de mensen die jou niet kennen. Vertel wat over jezelf. Nou, ik ben Marco Piqué. Ik heb heel lang gevochten. Dus voor de kenners weten die nog wie ik ben. Ik ben er ook een. Ja, nu heb ik vorig jaar mijn afscheidpartij. Ik jok, want we zitten nu in 2021, 2019. Ja. Heb ik mijn afscheidpartij gevochten. En nu heb ik mijn volle focus op mijn eigen gym. Dus dat is het een beetje, man. Ik heb jaren gevochten, 20 jaar, 20, 21 jaar zo. Ja. Heb ik echt gestreden, mijn naam opgebouwd en ja, mijn carrière opgebouwd en afgesloten. Ja. En wat was bij jou het punt dat je dacht van, nu heb ik mijn naam echt gevestigd in de kickboxwereld? Mijn naam echt gevestigd, toen nog in mijn primetime. Ja. Nou, ik ga je eerlijk zeggen, met de partij van Boer Kau, dat was echt een toppartij. Ik heb wel verloren. Ja. Maar het was wel een partij om te zeggen van wauw, mensen hadden dat niet verwacht. Ja. Ze hadden me sowieso al na één ronde gegeven, snap je? Ik was een underdog en hij was toen de tijd hot. En dan heb ik het echt over een pakweg meer dan 10 jaar geleden, ik weet het niet exact. Mm-hmm. Die partij zag ik toevallig nog op Instagram terugkomen, veel getagd erin. Ja. Van mensen buiten, binnen Nederland en zo. Maar ja goed, zo heb ik mijn naam in principe gevestigd. Want toen had je nog Eurosport. Klopt. En die wees dan echt worldwide wezen die uit. Dus zo heb ik mijn naam opgebouwd. En toen werd ik vaak uitgenodigd op grote evenementen en alles. Ja, zo is mijn naam gaan roleren in dat wereldje. Nou, grappig dat je het dus zegt. En dat is ook de reden waarom ik die vraag stel. Ja. Is omdat dat is dus ook echt mijn wedstrijd. Ja. Van Eurosport, keek Eurosport, nou je weet zelf, vroeger keek je K1, Eurosport wilde je kickbox kijken, toen was Glory er nog niet, was It Short. Maar het mooie is, je had ook nog geen internet. Je had ook nog geen internet, dus je moest voor de buis zitten. Je moest voor de buis zitten.
En toen keek ik en toen zeiden ze inderdaad, Baukar Por Pramuk, dat was vroeger de baas. De baas, en toen stond tegen Marco Piquet from Holland. Ja. Toen dacht iedereen, wie komt deze jongen kijken tegen een baas? Ja, ja. En toen vocht jij, eerste ronde, pap, ja. Je gaf hem geen centimeter. Ik zeg je eerlijk. En toen dacht iedereen, wauw, wie de fuck is deze boy? Ja, zeker. En ik zeg eerlijk, ook vanaf dat moment ben ik je gelijk gaan volgen. Dus toen had je nog geen Instagram dit. Nee. Maar toen, hey, Marco Piquet moet vechten die dag. We gaan voor de buis, we gaan Eurosport kijken. Ja, en je moest echt op poster staan, zodat mensen wisten van, hé, je kon knokken of je gaat knokken. Ja. En zo, het was een heel andere tijd, man. Het was echt een heel andere tijd. En dat is me toch bijgebleven vergeleken met de tijd van nu. Ja. Want nu heb je echt alles op internet, je kan alles opzoeken, waar, hoe je het wilt, bla bla, zeg maar. Ja, maar toen de tijd had je minimaal, en je moest voor de buis zitten om echt naar je favoriet te kijken. Ja. Snap je? Maar met die partij heb ik echt mijn naam gemaakt, gevestigd. En zo begon ik te groeien, man. Zo begon ik te groeien. Ja. Het is ook in één keer snel gegaan. Ja. Het was ook een stunt, hè. Want was toen nog Team Slam. Ja. En die hadden het ook georganiseerd. En toen zeiden ze van, toen kwamen ze in de sportschool. Was nog Mike en Milton. Hebben ze zij waren vroeger van Slam, toch? Ja, van Slam. En zij hadden die grote Slam gehad als Almere, zeg maar Nederland, Thailand. Ja, ja. Dus zo is het zeg maar ontstaan. En die hadden me gesproken. En zeiden ze van, maar, weet je tegen wie je staat? Tegen Boakau. Ja. Weet je, je weet wie hij is. Ja. En je hoort meteen, jij moet tegen hem. Dus het enige wat meteen in je omgaat is van, fuck, ik moet fucking trainen voor deze man. Het is geen feestje. Nee. Want ik heb heel veel filmpjes van hem gekeken toen. En het was, hij trapte iedereen eruit. Nee. En ik had één ding in mijn hoofd, hij gaat mij niet eruit trappen. Nee. Zeker niet. En de voorbereiding was toen samen met Moesiet. Heb ik me ook al voorbereid. En het was mijn eerste keer ook dat ik op 70 vocht. Okay. Dus ik kwam van categorie 78, 76. Zoiets vocht ik toen de tijd. En dan moest ik in één keer naar 70. Dus, en het afvallen periode toen, dat was ook heel anders dan nu. Want dat was nog een beetje taboe met voedingssupplementen en dat soort dingen. Dus je moest echt uitgeknepen worden. Sauna in, sauna uit. Zonder weer die vitamines naar binnen te werken. Ja, snap je? Ja. En dat kan je ook terugzien in de partij. Want na die tweede ronde was ik best leeg. Gewoon, snap je? Mijn gast ging gewoon. Snap je? Maar hier was ik wel sterk. Mentaal. Ja, mentaal was ik sterk. Ik dacht van nee, maar ik ga niet opgeven. Echt. Vijf keer drie, we gaan. Hoe, wat, waar? Maakt niet uit. We gaan. We zijn daar. Snap je? Ja, man. Dus, en dat vonden mensen dus. Dat is heel veel mensen bijgebleven. Ja, ja. Snap je? Want iedereen. Italië voornamelijk, waar ik ook veel voor. Ja, boek op, moet leuk. Ja, man. Was een goede tijd. Je gaf net aan dat je bij Slam Gala te horen kreeg, hey, Marco, je moet tegen Baukau Por Pramuk. Ja. Hoe heb je je toen mentaal voorbereid? Mentaal voorbereid? Weet je, bij mij is het één ding, als ik me fysiek goed voorbereid, dan ben ik mentaal ook sterk. Dat weet ik gewoon van mezelf, want als ik bijvoorbeeld weet van, shit, het is een slechte... Ik heb me slecht op een wedstrijd voorbereid, of ik heb slecht getraind, dan gaat het ook niet lekker, want dan ben ik hier zit het niet goed. Maar als ik gewoon scherp ben, ongeacht wat, maak ik altijd een goede partij. Dus ik wist gewoon van, fysiek moest ik goed zijn. Ja. En, dat is net wat ik net al zei, ik heb filmpjes gezien van die man, en ik wist, ik wilde niet door de ring rond getrapt worden, dus dat was ook één ding wat ik hier had knoop van, dat gaat niet gebeuren. Ja. Snap je? Dus dat was mijn voorbereiding voor hem. En toen wist ik al van, dit is elke voor, of tenminste voor elke partij ga ik me gewoon zo voorbereiden. Fysiek moet ik sterk zijn. Als mijn lucht fucking 100% is, dan maakt het niet uit, jongen. Want ja, de techniek heb ik toch al. Ja. Ik was alleen maar conditioneel. Ja, ja. Dat was gewoon het punt. Gewoon rennen, opstaan, trainen, slapen. Kortom, als je fysiek sterk bent, ben je mentaal ook ready. Ja. Ja, sterk, man. En wat je zei, dat
dat doe je dus sinds die partij. Ja. Altijd. Ja. Dus het verschilt niet per wedstrijd. Het verschilt niet, nee. Nee. Ja, weet je, normaal krijg je routine, zeg maar met het vechten. Dan word je, dan werd ik ook minder zenuwachtig. Ja. Want ik wist wat ik kon, snap je? Dus ik werd ook minder zenuwachtig. Het enige wat, ik, wat er moest gebeuren, ik zag het net puur net als werk. Conditie moest er zijn en werken maar. Ja, ja. Conditie moest er zijn en werken, klaar. Zeker. Meer niet. Ja, ja, ja. Dus. En ik weet dat je op alle stijlen hebt gevochten. K1, Muay Thai, ook full Muay Thai, elleboog, alles. Ja. Zit daar nog een verschil in? Qua, zeker. Qua voorbereiding? Zeker. Het is een, en men vergist zich daarin, zeg maar de K1 vechters, ja, wat ik tegenwoordig zie. En de, als hij full Muay Thai moeten vechten. En natuurlijk de full Muay Thai vechters, de Thaise vechters, die K1 moeten vechten. Ja. Het is een heel andere game. Het is een hele andere tak van sport. Kijk, wat mijn geluk is, in mijn beginjaren zeg maar, heb ik ja, toch wel heel veel moeite gedaan. En ook met het clinchen. Ja. Dus, en je vocht ook nog 5x3. Mm-hmm. Toen is het K1 systeem zeg maar in leven geroepen. En toen moest je in één keer overschakelen naar het K1 systeem. En dat was meer acties. Je bent heel veel meer bezig met het vechten. Ja. En met Muay Thai is het technische gedeelte en scherp blijven, want je vecht ook met ellebogen. Ja. Snap je? Dus je kan niet zomaar domweg actie ingaan. Nee. Snap je? Dus het zijn wel twee verschillende. Het is één sport, maar twee verschillende stijlen. Er komt gewoon een nieuw element bij kijken. Ja, snap je? Bij de één gaat het heel snel eraan toe. Ja. Dat is het K1. En bij Muay Thai moet je toch wel beheerst blijven. Ja. Want het is een heel ander spelletje voor je op een elleboog oploopt. Ja. Dus, en die twee samen heb ik mijn stijl een beetje gecreëerd. Waardoor ja, mensen toch ja, mijn stijl konden waarderen. Ja. Want ik had toch wel een beetje dat Muay Thai in me. Ja. Snap je? En zo ben ik dan, ja, heb ik mijn eigen ding gecreëerd. Oké, duidelijk. Ja. Laatste vraag van dit onderdeel. Een juiste mindset, hè? Ja. Denk je dat je die kan aanleren? Of denk je dat je die gewoon moet hebben? Beide. In mijn geval heb ik het aangeleerd. Ja? Ja, waarom? Vanaf jeugd tot aan B-klasse, ja, als ik echt diep terug moet gaan, dan was ik nonchalant. Ja. Is leuk, ja, maar je bent er nog niet mee bezig van, ik was er althans nog niet mee bezig met, in de zin van, hey, ik ga er mijn carrière van maken. Ja. Ik was nog bezig met school, je bent jong, vrienden op stap. Of heb je vrouwen, dit, dat, leuk, gezellig, alles eromheen. Snap je? Dus ik was er nog niet mee bezig. Pas in de A, want ik begon ook zeg maar een slechte start in de A. Mm-hmm. Ik begon ook meteen met toppers en zo. Ja. Snap je? Zo heb ik het geleerd. Ze gooiden me gewoon voor de leeuw. Snap je? Altijd weer overleefd. Ja. Ik ben nooit knock-out gegaan in de zin van het licht uit. Ja. Nooit, never nooit. Ik heb wel 8 tellen gehad, ja, maar nooit dat het boem slapen. Nee, nooit. Ik was gewoon altijd, net wat ik zeg, fysiek wel sterk. Maar in het begin van de A moest ik het leren. Ja. Dus, en omdat ik nonchalant was vanaf de nieuweling tot aan B, moest ik het op de harde manier leren. Toen moest ik de switch maken van, hé, nee man, je mindset moet anders, gappie. Ja. Of tenminste mijn vrouwtje, wat ik die nog steeds heb, zeg maar zeg van, hé, gap. Ik weet waar je mee bezig bent, maar als je zo aan toe gaat, hoef je niet te vechten. Ja. Want je gaat alleen maar tegen de lamp lopen. Ja. Snap je? Toen dacht ik van, ja, ik moet een andere mindset hebben. Wat moet ik doen? Meer gaan trainen. Ja. Meer trainingsintensiteit. Ja. Hoe meer je traint, hoe meer je leert, hoe meer routine je hebt, mm-hmm, hoe meer souplesse je hebt. Zo gezegd, zo gedaan ben ik gaan doen. En ja hoor. En toen begon ik overwinning de streak te maken. Ja. Snap je? Dus een mindset kan je hebben van tevoren, maar je kan het ook aanleren. Als je maar voor jezelf de knop om kan zetten en te zeggen van, dit is wat ik wil, mm-hmm, dit is wat ik ga doen, hier wil ik mijn brood mee verdienen. Ja. En dat heb ik gedaan. Dus ja, je kan het gewoon leren.
Ja. Maar je moet er wel voor. Je moet wel te rade gaan bij jezelf. Nee. Je moet wel te rade gaan bij jezelf. Om te weten van, is dit het wat ik wil? Want het is een harde wereld. Snap je? En dat wist ik bij voorbaat al. Dus, en toen ik de knop heb omgezet, was het gewoon, ja, 1 en 1 is 2. Ja. Dus. Nou, ik hoor het vaker hoor. Mensen zeggen van, is dit wat je wilt? Want dit is geen de tak van sport die wij uitoefenen. Je kan niet 50% of 50%. Nee. Of je gaat er 100% voor. Ja, of je moet het zien als hobby. Ja. Lekker een beetje rustig trainen. Ja. Maar niet te veel focus op die partij. Want als je focus op die partij, moet je gewoon volle 100% ervoor. Tuurlijk. Tuurlijk. Ja. Want, weet je, men onderschat het ook, hè. De ring is geen feestje. Nee, zeker niet. Je kan de ergste blessures oplopen. Ja. Been breken. Hersenletsel, noem maar op. Ja. Ik kan van alles en nog wat opnoemen. En dat wilde ik niet. Totaal niet. Ja. Dus ik moest me gewoon fysiek gewoon sterk voorbereiden voor een partij. Elke keer maar weer. Ja. Snap je? Want men onderschat dat. Men ziet van buitenaf. Zie je twee hanen tegen elkaar knokken. Mm-hmm. Snap je? Maar men beseft niet wat die hanen daarvoor allemaal, hoe ze zich voorbereiden. Ja. Snap je? Dat ziet men niet. Men ziet alleen wat er dan op dat moment gebeurt. Ja. Snap je? Maar vooraf het strijden, de blessures, de heel veel waar je mee te kampen hebt. Financieel, snap je? Alles bijeen is je voorbereiding. Dus het is niet alleen gym in, gym uit. Nee, nee, nee. Alles eromheen. Ook je privé neem je mee in je voorbereiding. Ja, zeker. Snap je? En dat is het zware van een voorbereiding. Ja. En men beseft dat niet. Ja. Snap je? Men denkt van, oh, de ring is gewoon lekker even stoten, even trappen. Vriend, ik kan de zwaarste blessures oplopen. Ja. Ja. Want het is een full body contact sport. Ja. Snap je? Dan-dada. Original dan-dada. Dan-dan-dan-dada. Original dan-dada. Als je eventjes snel terugdenkt, ik weet dat je tegen de beste vechters van de wereld hebt gevochten. Ja. Ik denk dat je daar zeker ook wel bij hoort. Kan je misschien een top 5 mensen van noemen waarvan je denkt van, hey, dat waren wel echt, daar had ik mijn handen wel vol aan. Afgezien van de Thais, nou, handje vol, ik kan er wel een paar op noemen hoor. Ja. Afgezien van de Thais, dan heb ik het over de Thais, Boakau. Ik heb nog tegen Jotsin Klein gevochten. Ik heb nog tegen John Sanan gevochten. Sommige mensen zullen de naam wel kennen. Mm. Ik heb tegen een paar lastige, irritante Thais gevochten. Allemaal op Full Moon Thai. En van Nederland, Nicky Hoska, heb ik 2 keer van verloren. Yeah. 2 keer op dezelfde manier. Yeah. Hele goede vechter, altijd scherp. Snap je? Laatste paar secondes van de laatste ronde krijg ik een tik, 8 tellen, bam, ja, dan wint hij die partij, want het loopt dan gelijk op, zeg maar, en de laatste die pakt gewoon de wedstrijd, maar ja, goed, weet je, Nicky, wie is me nog meer bijgebleven in Nederland, ja, eigenlijk is hij de enige, en voor de rest heb ik heel veel, Petrosian, heb ik ook meegestaan. Ja, al die freaking lastige jongens. Maar Petrosian is nu nog steeds. Nog steeds aan de gang. Dan moet je nagaan. Ja. Wat voor leeftijd hij had. Bizar. Snap je? Ja. Dus dan was ik al, ja, ik zou niet zeggen een veteraan. Maar ik was al op mijn top toen ik al tegen zo'n jongen vocht. Ja. En zo'n jongen die heeft al, en mensen weten dat niet, die heeft al heel veel gevochten. Maar hij heeft heel veel ook in Thailand gevochten. Ja. Ja. Snap je? Ja. Dus het is ook een jongen die een hele aparte stijl heeft. Snap je? Ze noemen hem niet voor niks de dochter. Hij doet weinig, maar hij scoort wel. Ja. Snap je? Heel raar. Hij doet weinig, maar hij scoort wel. Ja, ze zeggen dat hij de vechten leest. Ja, precies. Ja. Precies. Ja, ja. Snap je? Ik heb tegen heel veel topgasten gestaan. Duitsland, noem maar op. Overal en nergens. Maar ja, weet je. Elke partij is weer een andere partij. Elke partij heeft weer een bladzijde van je boek. Mm-hmm. Snap je? En die moet je toch wel kunnen lezen om te zeggen van, oh ja, zo'n vechter is het, zo moet ik hem bestrijden. Ja. Is best moeilijk. Zeker. Want je moet continu gefocust blijven met je gameplan. Mm-hmm. Snap je? Soms is het me gelukt, soms ook niet. Ja. Dus, maar ja, het heeft me wel de vechter gemaakt die ik was toen. Oké, dames en heren, we gaan naar een nieuw concept. Nieuw concept luidt als volgt.
We gaan naar de knockdown ronde. Knockdown zoals we allemaal kennen. 8 hersteltellen. Ik heb 8 vragen voor jou, Marco. Ja. 8 vragen. En ik wil dat je die op een rap tempo beantwoordt. Zal ik proberen. Zonder te veel na te denken. Het is een of het ander. En ja, we zullen het zien. Let's do this. Yes? Let's do this. Knockdown ronde en we gaan beginnen. K1 of Muay Thai? Muay Thai. Amsterdam of Rotterdam? Amsterdam. Trainen of lesgeven? Lesgeven. Vechten in Nederland of in het buitenland? Buitenland. Uitgaan of uitslapen? Uitslapen. Een slechte pot winnen of een goede pot verliezen? Goede pot verliezen. Benen en knieën of stoten? Benen en knieën. Zelf weer fit worden en kampioen worden of een nieuwe kampioen maken? Zelf weer fit worden en kampioen worden. Achter. Je hebt hem overleefd. Ja. Hey, was snel. Ja, je bent scherp, hè? Ja, het komt er in. Ik denk, moet je meteen doen uit die focus, man. Wat denk je nou? Sterk. Nou, maar ik wil hier nog wel eventjes verder op ingaan. Ja. Slechte pot winnen of een goede pot verliezen? Ja. Jij zegt een goede pot verliezen. Een goede pot verliezen, ja. Ja. Weet je wat het is? En dat is me altijd bijgebleven. We zijn niet alleen vechters. Ja. En dit heb ik ook van mijn broer. Hè, want hij heeft me best heel veel geleerd. In de tijd dat ik echt mijn carrière heb opgezet. Ja. We zijn niet alleen vechters. Je bent ook een entertainer. Zeker. Snap je? Ja. En wat gaat mensen bijblijven? Een goede pot of een slechte pot? Ja. Snap je? Een goede pot. Als je een goede pot neerzet. Ongeacht wie er wint of verliest. Ja. Men gaat altijd opstaan en klappen, staande ovatie. Ja. Waarom? Je hebt alles gegeven. Ja. Beide vechters. Ja. Het was een knokpartij. Ja. Daar komt men voor. Ja. Snap je? Daar betaalt men voor. Snap je? Dus ja, liever een slechte pot verliezen. Ja. Of een goede pot verliezen. Een goede pot verliezen. Een goede pot verliezen. Ja. Een slechte pot. Ja, want men gaat er altijd over napraten. Hé, hey, weet je nog die? Ah, hij was zo lastig. Maar even wel gewoon. Hij heeft wel verloren. Hé, hey, credits. Heb je gezien die vlog? Snap je? Snap je? Dan gaan we naar nog een andere vraag. Ik heb daar ook. Wat mensen niet weten. Mm-hmm. Is dat wij een keer samen naar China zijn geweest. Ja. Voor een partij die jij moest vechten. Ja. En ik mocht jou daarbij in ondersteunen. Ja. Vechten in Nederland of in het buitenland? Waarom vecht jij liever in het buitenland? Punt 1. De trip is leuk. Ja. Dat zeker. Want je komt plaatsen waar je niet zomaar een ticket of waar je zelf denkt van ik ga hier geen ticket voor kopen. Gaan. Nee. Maar je komt plaatsen wat je nooit van hebt gehoord. En ben je daarin denk je van wauw. Ja. Nice. Ja. Snap je? Kijk waar wij waren was. Was leuk. Maar laten we eerlijk zijn. Ja. Het is geen, ik ga er niet nog een keer naartoe of mijn ticket boeken om daar naartoe te gaan. Maar omdat we met een crew waren was het leuk. Was het leuk. Snap je? Ja. Maar even voor de kijkers, ja. Wij waren naar China geweest. Ja. En wij waren in een plekje Chengdu. En wij kwamen daar aan. Uiteindelijk, ik denk dat wij samen denk 3-4 uur in de sauna hebben gezeten. Ja. Ja. Als het niet langer was. En dan moet je nagaan, toen was die sauna niet eens heet. Hè? Hey, we moesten echt struggelen gewoon. Ja, we moesten echt vechten, ja. Zodat Marco zijn gewicht kon halen. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Dus op een gegeven moment, dan heb je altijd één dag dat je nog een speling hebt en dat je lekker even het winkelcentrum, ja. Even ontspannen. Ja. Hé, hey, wij waren gewoon fucking clownen voor die Chinezen, ja, hè? Ja. Hé, Marco, een black guy. Ik, een fucking terrorist. We hadden nog een halve Turk bij ons. Ja, maar ja, die leek gewoon wit. Die was gewoon, ja, gewoon blank. Gewoon in principe een witte meid. Chinezen hadden hun telefoon zo. Ja. En ze hadden ons gewoon te filmen. Ja. Wij zitten nu op een of andere dumper daar zo. Waar wij gewoon hebben gewoon miljoen views. Maar ja, je moet nagaan. Dat waren wel op een ouderwetse plek van China. Ja. Daar, ja, wat zij zien, ja. Zien zij misschien op tv. Zo, en dan zien ze dat in één keer in hun mall, in hun winkelcentrum, denken ze van, hé, snap je? Ja, dus ik kon het ook wel begrijpen enigszins, maar ja, het is niet, we zijn geen bezienbare gewoon, snap je? Ja. Nee. Maar het was een ervaring. Zeker. Ja, Marco, je hebt beneden je sportschool
En je hebt, zoals jij het zelf mooi noemt, de Wall of Fame. Ja. Van je eigen posters. Ja. Waar ik ja, posters van lang geleden met ja, de mooie man. Tegenstanders. Ik denk, misschien zullen we even naar beneden gaan en wil je daar misschien wat over vertellen? Ja, let's do this. Yes, let's go. Loop maar verder. Ja, dit is waar de magic happens. Ja, zet de boxzak onfunctional op. Ja, gewicht, noem maar op. En hier gaat het om mensen. Dit is mijn Wall of Fame. Ja. Ja. Wall of Fame met Living Legends. Nog. En Legends die ook al zijn, die we hebben verloren. Ja, en deze posters heb ik al pakweg mijn hele vechtcarrière. Dus je ziet daar dan nog van 2010. En dan kunnen we verder gaan naar 19 zoveel, 1900 zoveel. Ja. Ja man, dus hier zie je ook alle helden erop. En die sauer zie je hier. Dit zijn echt giganten. Zo, hij was en nog een kind. Echt, dit waren echt top, dit waren top, dit zijn mijn top tijden man. Ja, ja. Oké, Marco, we zijn meer over je te weten gekomen. Ja. Ik heb je mooie, leuke vragen kunnen stellen. Zeker, zeker. En, niet van die cliché-vragen, weet je. Nee, dus, nee. Dat vond ik, je hebt je huiswerk gedaan. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Tof. Ik ga je onwijs bedanken namens mij en namens de kijkers. Heb jij nog iets wat je wilt vertellen tegen de kijkers? Of iets wat je van je borst af wilt dat je denkt van. Ja. Weet je, vechtsportwereld is een harde wereld en het wordt nu deze dagen wel, heeft het een positieve kijk, dus daar ben ik blij mee. En het er is heel veel veranderd, dat ook, daar ben ik ook blij mee. Dus het gaat de goede kant op met de vechtsportwereld. Dus je ziet het steeds meer in beeld, waardoor het ook mensen zeg maar aantrekt om te gaan sporten ook. Dus ook dat, het heeft toch een positieve invloed op de buitenwereld. Zeker. En ja, en die mensen willen toch meer te weten komen. Dus ja, die mensen krijg ik ook weer binnen. Ja. Dus. Win-win situatie. Ja, win-win. Yes. Ja man. Marco, nogmaals onwijs bedankt. Thank you. Kijkers, leuk dat jullie weer hebben gekeken naar de nieuwe vlog van Dada 5000 Vlogs. En heel simpel, abonneer. Anders ben je mijn Martin niet meer. Snap je. Ja toch? Hi bro. Salut. Love. Thanks. Zeker. I feel like Al Pacino. Me only think about De Niro. I just sold a couple kilo. Dan Dada. Original Dan Dada. Dan 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 Dada. Original Dan Dada.